serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Schokkend. Ik heb hele leuke verhalen deze keer. Dus doe alvast een duimpje omhoog als je gaat genieten van deze verhalen of achteraf. Het eerste waar ik het daarmee over heb is het meest interessante, nog nooit op YouTube besproken onderwerp ooit. Het is Nederland-Spanje. En ik ga het op zo'n manier vertellen dat je anders gaat nadenken over het leven. Ik ga hem niet gewoon vertellen van, wow, dat zag ik niet aankomen, vet cool, ik ben trots op Nederland, doei. Nee, dan zou ik Rick niet zijn, dan zou ik niet Serpent Gameplay zijn. Ik kijk namelijk van een hele andere kant. Ik bekijk het van de sukkels kant. Laten we beginnen bij het begin. Ik vertrouwde er niet in. Laten we weer, daar ga ik eerlijk over zijn. Ik had echt het gevoel dat Nederland keihard ingemaakt ging worden. En ja, dan kun je zeggen, hoe durf je Rick land verraden? Nee, ik denk gewoon logisch na. Voor mijn gevoel, ik ben echt totaal geen voetbalfan meer. Ik was vroeger hardcore voetbalfan, haat me niet, ik kijk het niet meer. Sorry. Ik was vroeger hardcore voetbalfan. Ik dacht gewoon even logisch na. Hé, Nederland verloor van Spanje. Voor mijn gevoel, ik had het idee dat Nederland slechter was geworden over de tijd. Dat ze 4 jaar geleden beter waren. Dus ja, als je al verliest, je wordt in de tussentijd slechter. Dit is trouwens vet glitchy en kut. Als je voor eerst al verliest, in de tussentijd word je slechter. Zou je zeggen, nou dan verlies je weer. Dit leek mij wel een logische conclusie in ieder geval. Dus ja, dat is in ieder geval mijn mening erover. Van, oh, ik had het niet verwacht. Nou, weet je dat ook weer? Dat was de gemiddelde YouTuber. Nu komt Rick. Met 2 dingen. 1. Ik vraag me af hoe Spanje zich voelt. Want als je in Nederland zou pollen, denk je dat Nederland wint. Ik denk dat er zeker meer dan 20% zei, nee, dat denk ik niet. Op een gelijk spel, weet je wel. Van, oeh, het zijn allebei wel goeie. Maar ik denk dat die Spanjaarden bijna allemaal zeiden, oh ja, dat doen we wel eventjes. En als je dan verliest, terwijl iedereen denkt, oh, dat doen we eventjes. Dan voelt het kut. Dat is een beetje dat Nederland verliest van Chili straks, weet je wel. Dat je denkt, oh, dat doen we even. Nope. Dan voel je kut. Daar ging mijn gedachten naar uit. Mijn gedachten gingen naar de nabestaanden van Spanje. Maar toen kwam er nog iets mooiers. Ik kon me herinneren van een paar jaar geleden met voetbal. Dat Albert Heijn bijvoorbeeld een actie had. Per doelpunt dat Nederland maakt 10% korting. En als je dan een heel snel rekensommetje maakt. Is 50% korting. En daar ging meteen mijn gedachten naar uit. Van hé, hey, hoeveel bedrijven hebben het echt totaal verneukt momenteel? Daar was ik super benieuwd naar. Ik hou van dat soort leed in de wereld. Ah, je bent failliet. En dat soort leed. En het bleek best veel bedrijven die dat dachten. Oh, leuk. Ja, Nederland, Spanje. Pff, wat zal het worden? Misschien 1-1 of zo. Pff, oh joh, weet je. Was het gewoon een bedrijf. 20% korting per doelpunt dat Oranje maakte. Ja, 20% korting. 20%. Nu ga ik even schouw deze kamertjes ervoor doen. Ik moet nog 1 kamer komen van de orgaandonaties. Ik zat te denken aan vuur. Ik heb hier hoogte. Een falende val van ver naar beneden. Ik heb hier een pijnlijke dood door pijnlijke pijlen. En hier altijd al een keer willen verdrinken, pak hier kans. Dus ja, we gaan er in eentje zitten en we testen hem eventjes. Maar ja, er was dus een bedrijf. Die had 20% korting per gescoorde goal. Dat is natuurlijk een leuke actie. Van, oh, 20% korting. Oh, 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 hamburgers met korting. Allemaal mensen komen naar ons bedrijf. Lekker geld verdienen. Yay. Alleen dan blijkt dat Nederland 5 keer gescoord heeft. En ik ga even heel simpel rekensommetje doen. 5 keer 20 is 100%. En als je 100% korting hebt, dan is iets gratis. Wat ga je nou doen dan, bedrijf? Hoe lul je daaruit? Dat doet me eigenlijk denken aan 4 jaar geleden bij het WK. Toen was een Friese man, die was zo zeker dat Nederland ging winnen. Die had een vlag gemaakt. Een vlag. Ik wil dus trouwens nog steeds verder gaan met de orgaandonatie, dus eventjes showen. Had een vlag gemaakt met daarop een Nederland wereldkampioen. Had hij er een paar duizend van gedrukt. En dan winnen ze niet. Wat dan, hè? Wat dan? Dan voel je flink genaaid. Wat handiger dus is, op de plek waar je doodgaat zit een droppertje. Goed, was het deze. En dan vallen die items gewoon weer hierin. Tadaa! En dat geldt ook voor deze. En die andere is omdat je naar beneden valt, is die heel diep. En die andere moet ik dus nog maken. Ik zat te denken aan iets met vuur. Moeten we oppassen aangezien de hele kamer van wol is. Die hebben we gehad. Nou, doen we eventjes de vallende val of doen we eerst de pijnlijke pijlen? De pijnlijke pijlen. Ik heb hem net een beetje gefixt, want eerst werkte die iedere keer niet. Dan nam je geen damage van de pijlen. Oh, ik heb zeker... Nee, ik heb niet mijn armor aan. Ja, dat lukt wel. Gewoon die knop blijven spammen, dan kom je er wel, jongen. Wat? Trickshot. Ik denk wel echt dat die ladder een beetje in de weg zit. Ik ga hem even weghalen. Sorry, ladder. Of trapdoor. In ieder geval, dat was mijn leuke mening over het WK. En wat je uit dit verhaal moet halen, samen met die gekke man. Ik ga je serieus niet dood, hoor. Hoe kan dit? Misschien omdat ik te dichtbij sta, dat ik ze gewoon oppak als item zijnde.
Kijk, zie je, je moet even tegen een muur aan staan. Dan neem je, ja, precies. Je moet tegen een van die muren aan gaan staan, dan neem je wel damage. Als je precies in het midden staat, dan werkt het niet, want dan pak je ze gewoon op. Yay, shot by an arrow. Woo! Ik ben nog nooit zo blij geweest dat dit is gebeurd. In ieder geval, wat je dus moet onthouden is, ook al ben je een bedrijf, hou rekening met dingen, ondanks dat je denkt dat ze niet gaan gebeuren. Dat is eigenlijk is dat de moraal van het verhaal dat ik jullie nu heb geleerd. Je denkt, ah, oh, Nederland scoort toch niet vast geen 5 doelpunten. Nou, de kans is er. De kans is er en dan is je leven kut. Dus ja, hou er rekening mee. Is de moraal van het verhaal voor vandaag. Doe me ook denken aan toen, er was ooit een jaar in de voetbal, ik weet echt totaal niet wat, voor mij was het 2010 of 2009 zelfs, dat AZ bijna kan, voor mij is het het jaar voordat AZ kampioen werd. En moesten ze alleen nog maar winnen van Excelsior. Als ze van Excelsior wonnen, Nederlands kampioen. De kans dat AZ in de kranten zeiden ze, ja, kans dat AZ kampioen wordt 80% of zo. En toen zijn dus meerdere AZ-fans, die hebben tatoeages laten zetten. AZ kampioen 2009 of iets in die richting, of 2010. Je snapt wat ik bedoel, ergens in die tijd. En dan worden ze geen kampioen. Vind ik hilarisch. Yay, fell from high place. Nou, een demonstratie was leuk. Oftewel, de wijze levensles van vandaag is, hou rekening met het onzekere. Ik vroeg in de comments van, hey jongens, wat soort dingen zou ik gaan bouwen? Ik kreeg heel veel reacties over een WK-kamer. Ik dacht, ja, eigenlijk heb ik al een soort van een WK-kamer, of niet dan? Het kutte is dat ik hierin vastzit. Ik wil hieruit, alsjeblieft. Ik kan het glas niet kapot maken. Ik heb echt, dit moet van wol zijn. Als een stukje in het midden van glas van wol is, dan kan ik het gewoon kapot slaan. Nu moet ik 3 blokjes kapot slaan en dan kunnen die kippen er ook nog eens uit. Nu dat die kippen die eruit kunnen veel impact gaat hebben of zo. Weet je, het heeft niet heel veel impact. Ik kreeg trouwens wel laatst leuke reacties weer van jullie, hoor. Van jullie kijkertjes. Er waren namelijk serieus kijkers die vroegen aan mij, gewoon echt oprecht, of het ontploffen van de TNT-kamer in scène was gezet. Dat vond ik leuk. Dat vond ik goed. Want ja, vandaag de dag is toch de helft van de dingen op YouTube snap, weet je wel. Dus ja, ik snap dat je daaraan twijfelt. Ik begrijp dat. Ik heb daar begrip voor. Maar nee, het is echt niet in scène gezet. Maar dat is niet, ik ben niet te vertrouwen. Ik kan zeggen, ja, als het niet in scène gezet, denk je, ja, misschien toch wel, weet je. Maar ik vond het gewoon leuk dat iemand het überhaupt aan me vroeg. Misschien de normale YouTubers zeggen, hoe durf je dat te zeggen over mijn video's? Ik is iets van, ja, waarom zou ik dat niet gedaan hebben? Ik heb wel de vraag aan jou, hoe? Mijn Minecraft-kennis is niet gigantisch. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen dan? Ik wil trouwens... Nee! Motherfucker! Nee, dit is kut. Fuck. Dit was niet de bedoeling. Ik ga er echt even wol neerzetten. Of gewoon. Ik kan ook ladders erop zetten, toch? Kan dat? Of gaan die kippen er dan ook uit? Dat is waar ik bang voor ben. Dat die kippen er met ladders uit kunnen. Maar ik ga er niet van uit. Ik ga die ladders opzetten. Echt live nu. Want ik ben er nu helemaal zat. Ja. In ieder geval, hou rekening met dingen. Ook al is de kans heel klein dat het gebeurt. Of denk je dat het niet gaat gebeuren? Heb je het gevoel dat het gaat niet gebeuren? Andere goede tip die ik jullie wil geven. Daarvoor moet ik nog 1 keer dood. En dan gaan we beginnen met de bouw van de kamer van deze aflevering. Is geen dat levensadvies of zo wat hier komt. Dit is gewoon even een leukigheidje. Ik doe even lekker roze wol. Ik heb trouwens vandaag deze video al roze wol verzameld. Daar waren jullie bij. I collected the pink wool. En denk je misschien waarom? Nou, daar kom ik zo meteen bij. Ik ga namelijk een nieuwe kamer maken. Helemaal chill. Ik wil namelijk een hele goede tip geven. Ik neem aan dat jullie allemaal het probleem kennen van, hey, your bed is missing or obstructed. Dat is eigenlijk, je bed is dood. Je bed is dood. Erg irritant probleem. Nee, je snapt in ieder geval wat ik bedoel. Je slaapt in je bedje, maar je spant ergens anders. En meestal is het dan omdat je bed in een rare positie staat, weet je wel. Maar, dat weten jullie ook. Als dat gebeurt, staat je bed in een rare positie. Maar, ik heb mijn slaapkamer nu aan moeten passen, want ik had het dus ook, ik ging dood. Daarom zag je ook net al wat meer items voor de oplettende mensen. De eerste keer dat ik dit in de kist keek, zaten er meer items in. En dan kon je ook denken, hoe kan dat? Nou, dat was van de vorige aflevering. Omdat ik toen hetzelfde deed. En toen spande ik in één keer 4000 blokjes hier vandaan. Dus ja, een hele handige tip komt nu. Moet je zien waar ik span? Naast mijn bed. Als jij gaat slapen in je bed, en je gaat er weer uit. Ik wou trouwens meteen de ochtend even komen, lekker handig. Als jij gaat slapen in je bed, en je spant naast je bed... Goed gedaan. Perfect bedje. Als jij slaapt in je bed en je spant op je bed. Motherfucking missing or obstructed, bitch. Dan weet je dat dus nu eventjes. Ik wist niet of die vuistregel geregeld in het algemeen bekend was. Maar ik vind hem persoonlijk in ieder geval heel handig om te gebruiken. Wat me dus leuk leek was, ja, ik wil een nieuwe kamer bouwen. Maar met wat? En toen kwam ik tot maar 1 logische conclusie. Een biggetjeskamer. En dan kun je je afvragen, oh, waarom een biggetjeskamer? Nou, kijker. Met je irritante vragen. Ik wil sowieso nog een kamer helemaal roze doen. Dat is sowieso een feit.
Dat is gewoon logisch. Gewoon logisch, biggetjes klaar, hè? Dan zou je zo een kamer helemaal roze doen. En ik heb nog steeds die biggetjes ergens liggen die ik nog steeds een keer mee moet nemen. Als het goed is heb ik nog steeds van die touwtjes. Van die dingen waarmee je beesten kan meenemen. Die heb ik als het goed is in de chest. Ja, deze. Ik heb er 4 van in de chest gedaan toen bij de map download. Ja, ik dacht als ik dan toch een roze wol heb die ik net heb verzameld. Dan kunnen we dat wel even doen. Ik heb trouwens al mijn tools hier heel mooi bewaard. Grote pick. Ik heb mijn diamond pickaxe. Level 30 enchant op screen. Unbreaking 3. Hoe krijg ik het voor elkaar? Ik had het op de video moeten doen. Nou, in ieder geval, een biggetjeskamer. Ik zou er een hoeksteen van kunnen doen van mijn huis, maar zo belangrijk vind ik hem ook weer niet. Ik heb nog andere leuke suggesties gehad. Ik heb eentje gehad, dat was, Nee, niet dat. Dat was niet de suggestie. Eén suggestie was, maak een kamer met van iedere blok in de game eentje. Dat vond ik wel heel interessant. En ik had een suggestie. Ik wil het trouwens niet hier doen. Ik wil wel sowieso dat de kamer volledig roze wordt. Dus dan wordt het sowieso, ja, deze kamer toch wel. 4, hier komt de deur. 2, 3, 4. Zo. Ja toch? Ja, dan komt hier weer een dingetje. Ik moet even het hout meenemen. Dat mooie bruine gebruinde hout. Dat is belangrijk hout. Als je dat maar onthoudt. En iemand zei dus een kamer met alle bloks. En iemand wou sowieso weer een disco. En dat is ook natuurlijk een leuk idee. Disco's van allemaal verschillende kleuren wol hoort toch een beetje bij Serpent gameplay. Maar ja, ik heb die dingen al zo vaak gemaakt. Is het dan nog leuk on screen hoe ik allemaal kleurtjes wol ga inkleuren? Ik ben al de koning van de wol. Als je aan wol denkt, denk je aan mij. Hoop ik voor je. Ik drink niks op hoor. Ik ben... Oh, kijk mij, ik ben Rick. Ik ben grappig op het internet. Nee joh. Als jij denkt, als ik aan wol denk, dan denk ik aan Bardo. Of aan Jordi. Of wie dan ook op je... Dat mag. Ik heb geen copyright op het gebruiken van blokjes wol. Ik vraag me af of iemand dat ooit deed. Dat een YouTuber zei... ik ga een kamer maken van wol. Zei, dat is van Rick van Serpent Gameplay. Want hij heeft de game gemaakt. En ik ben boos. Ik ben gefrustreerd. 1, 2, 3. Ja, mooi. Wat ik alleen even wil, is eigenlijk een varkenskopie. Alleen ik ben gigantisch slecht met dat soort pixel art. Dus als jij nu kijkt en denkt... Ik kan wel. Dit zijn maar de muren, hebben deze grootte. Het zijn allemaal muren van 4 blokjes. Als jij daar een biggie kop van kan maken, of misschien van de volledige... Als jij hiervan een... Ik denk dat ik sowieso... Ik denk dat het gewoon 2 stukjes... dat gaat niet lukken, toch? Nee, het is te dun. Misschien moet ik gewoon doen... Ja, misschien moet dit 1 varkenshoofd worden. Een beetje een dik varkenshoofd. In ieder geval, als jij iets mee kan... Ik kan sowieso de vloer varkenshoofd maken. Misschien iets in die richting. Als jij iets kan met deze kamer en varkenshoofden... Dat je duidelijk ziet... Oh, het is een varkentje. Oh, wat leuk! Als je dat kan... Stuur een foto via Twitter naar... @NietRickBrewers. Of zet hem op Instagram desnoods... Met een mooi filtertje eroverheen... En tag mij erin, weet je? Maakt mij niet uit. Ik wil gewoon graag... dat het nog een beetje extra duidelijk is van... Oh, een biggetje, wat eerder. Dus ja, dat. Hier zijn allemaal andere biggetjes, wat eigenlijk varkens zijn. Maar wat? Het zijn andere biggetjes die eigenlijk varkens zijn. Maar als je echt goed kijkt, zijn het gewoon schapen. Dus ja, dat is net een keuze van smaak natuurlijk. Ja, spruce wood. Ik had van mij ook nog meer spruce wood, maar ja, dat zit een van die andere. Oh, dat is brown wool. Wat is het verschil, joh? Dus ja, in ieder geval, als jij zoiets hebt van... ik kan wel iets met biggetjes en die kamer... Ook al is het de vloer, het plafond, ik weet niet. Gewoon iets met biggetjes, dat zou leuk zijn. Want dat is wat beter dan gewoon een roze kamer met biggetjes erin. In principe heb ik biggetjes helemaal niet nodig. Ik heb al zat vormen van food. Ik heb die gekke kippenbraadmachine, weten jullie nog? Precies, dat weten jullie nog. Wat is er voor rare kuil? Wat is er voor rare kuil dan? Ik heb die gekke kippenbraadmachine. Je kan me niks maken. Kom niet haten, ga haten dan. Yeah. Dus ja, in ieder geval. Hier gaan we zo meteen biggetjes in gevangen nemen. En uiteindelijk... Lijkt de kamer zelf ook op een biggetje. Tenminste, dat is als één van al mijn kijkers een beetje weet wat hij aan het doen is en het kan maken. Ik kan natuurlijk niet dwingen en zeggen, ik sla kinderen dood. Want de meeste van jullie hebben waarschijnlijk geen eens kinderen. Gisteren waren er een paar mensen die zagen de titel van mijn vlogske. En die dachten toen dat ik een baby kreeg. Dat vond ik wel weer schattig. Ik dacht, ik zet voor de grap, mijn kindje is er. Want ja, de Wii U is natuurlijk ook een kindje, weet je. Het is helemaal niet, klik op de video. Nee joh, de Wii U is ook mijn kindje. Ja, dat is gewoon zo. Dat kun je wel gaan haten. Maar je kan niet haten op de waarheid. In principe wil ik deze muur even weghalen. Want ja, het is toch wel een mooie roze kamer. Het is eigenlijk een wonder dat dit gebouw nog geen roze kamer heeft. Dat is het. Ik heb trouwens nog wat extra quotes geplaatst. Hartstikke leuk. Dankjewel, quote-accounts van de Twitters. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. La 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 la. Even kijken of ik ergens een axe heb. Een hele mooi bijltje. Een heel mooi bijltje.
Nee, hè? Nee. Als ik even echt snel rondkijk, zie je. Ik had natuurlijk nog een bijl, maar omdat ik een keer de map ontplofte, moet die bijl weer opnieuw maken. En ook opnieuw enchanten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik erg me best wel aan het feit dat hier eigenlijk helemaal geen crafting table is. Waarom is hier geen crafting table? Kan ik niet gewoon even dit kapot slaan en er een crafting table van maken? Ja, precies. Dankjewel. Ik denk dat de wereld een betere plek zou zijn als ik deze kamer gewoon wel crafting tables had. Want vanaf hier naar de kamer met de crafting tables heel irritant. Omdat je iedere keer daar in die kuil valt. Niet normaal. Dit gaat kinderlevertjes redden. En vooral van mij dan. Niet van kleine kinderen of zo. Dit gaat gewoon mijn leven redden. Want ik word er echt ziek van. Niet letterlijk ziek. Dat is vies. Dat is vies. Oké, dan. Beter. Toch? Het werkt ook nog. Nou, fijn. Heel sneaky. Je ziet niet eens dat het er is, joh. Je ziet niet eens dat het er is. Cool. Ik heb hier wat armor trouwens. Dat lijkt me wel handig, ja, als ik in die chesten, in die dingen... Bleh. Wat vinden jullie trouwens van deze kamer? Ik ben er heel trots op namelijk. Ik vind het leuk dat je allemaal verschillende manieren hebt om jezelf dood te maken. Het heeft eigenlijk niet echt heel veel nut of zo. Het is meer gewoon voor de grap. Maar je bent dood. Lol, mam, kijk mij. Ja, dat is ongeveer wel het doel. Ik vind die kruisjes wel leuk. En hier wil ik dus waarschijnlijk iets met vuur gaan doen. Of vuurballen, explosies. Iets met obsidian of zo. Ik weet het niet. Dat komt nog wel. Ik kan ook zand op je hoofd laten vallen of zo. We zien wel. Mijn beste kijkertjes, we zien wel. Nou ja, ik heb een hatchet gemaakt, toch? Toch? Ik ben in ieder geval 2 diamonds... Oh nee, nee, ik ben 2 diamonds kwijt, dat is niet waar. Ik heb ze gewoon allemaal nog, want er zitten nog 2 diamonds in de chest. Hier. Was je bijna vergeten dit mooie bijltje te maken, broers? Dat is trouwens mijn achternaam. Dat wisten jullie, gelukkig. Is het ook te denken, zal ik dan dit stukje roze tapijt voor de roze kamer dan opeens een ander kleurtje doen? Wit bijvoorbeeld, of een hele rare gekke kleur zoals bruin. Biggetjes eten als het goed is wortels, toch? Als het goed is in deze versie van Minecraft. Trouwens, het laboratorium is al deels terug. Ik heb het periodiek systeem teruggezet. Hier is alvast wat redstone opgezet. Kijk maar, hier loopt de redstone. Ik moet nog even je schouderfoto erbij pakken van de persoon die hem origineel voor me ontworpen had. En dat proberen zo goed mogelijk na te maken. Ik vind de roze kamer in ieder geval leuk. Is het omdat die roze is? Ik ben dol op roze, dat is een mooie kleur. Precies, ja, cool. Hey, hip. Hip. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat die bestaat. En dat is belangrijk, hè. Ik ben blij dat hij er is. Voor de mensen die echt, echt heel goed opletten. Nog beter opletten dan op het begin met die hoppers. Ik heb een periodiek systeem. De onderste 2 rijden. De actinide en de lantinide volgens mij. Als ik me niet vergis. Die heb ik eruit gehaald. Want ja, dat zijn toch alleen maar metalen. Het is alleen maar heel veel tijd, moeite, stress en dat soort dingen om het te maken. En daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je, de Minecraft Survival is toch een beetje mijn meisjesfantasie. Als prinsesje die ik tot leven breng. In de manier van blokjes. Dus ja. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Moeilijke scheikundige metalen. Waar ik zoiets heb van ja, welke Minecraft blokjes moet ik daarvoor invullen. Ik heb echt zoveel onafgemaakte projecten. Zoals het periodiek systeem, de cactus farm die er niet is. Ja, ik heb gelukkig nu de donorkamer bijna af. Daar heb ik zoveel afleveringen over lopen lullen. Het is wel fijn een keer als die af is, weet je. Dan heb je ook zoiets van ja, dankjewel Rick. Dat mocht even duren. Maar dan heb je ook wat. Super lelijke kamer. Die je toch nooit gaat gebruiken. Precies, kijken. Jij snapt hem. Daar is hij voor gemaakt. Een super lelijke kamer die je toch nooit gaat gebruiken. Wij kunnen met elkaar praten. Hey, nog een blokje wol, roze wol. Yeah, wat een mooie kamer. Het is wel even handig als hij helemaal vol zit met roze blokjes momenteel. Oeh, wat is dit nou voor een super geheime kamer zonder deur? Hoe kan dat nou weer? Huh? Dus ja, suggesties voor kamers zijn altijd welkom. Het liefst, meestal als ik voordat ik begin met de aflevering opnemen, tweet ik het. Dus het beste als je ze voor dan bewaar. Volg me op Twitter en reageer gewoon even wanneer het nodig is. Want ja, dan let ik er het meeste op. Dan heb ik brandende suggesties nodig. Nou, ze hoeven niet per se in brand te staan. Het hoeft niet per se een suggestie rondom vuur te zijn of zo. Maar dan heb ik je suggestie nodig. Heb ik nog ergens anders roze bol? Jawel, roze tapijtjes. Ook belangrijk. Ik dump zoveel dingen soms gewoon in willekeurige chests. Het gaat er nergens meer over. Denk je soms, nu zie je het zo snel flikkeren, denk je, Rick, kan je zo snel kijken? Soms? Hey, dat is in een fucking domme Rick. Helemaal vergeten dat je daar aan het dak hebt zitten, hè, gekkie. Nou, dan maak je die 2 blokjes op glas, hoor. Dat maakt mij echt niet uit. Of 4 blokjes zelfs. Heb ik glass blocks bij me? Nee. Ja, dan moet ik helemaal naar de furnace room toe. Moeite! Ik merk ondertussen wel dat van de ene kant naar de andere kant van het huis lopen irritant begint te worden. Maar ja, als je dat irritant vindt, denk aan de eerste 100 afleveringen van de survival. Waar het lopen van de ene naar de andere kant 90% van de video was. En dan vergat je wat en dan, oh, ik haal mijn leven. Hé, dat komt bekend voor. Ik moet dan zo naar de schapen toe. Ik loop alle kanten op, maar deze aflevering is weer zo'n aflevering dat het gaat om de fantastische verhalen. Neem geen tatoeages van voetbaluitslagen die nog niet geweest zijn.
Dat moet je onthouden. En dat moet je ook je kinderen weer leren natuurlijk. Er was een manier om hier meer uit te komen. Ja, met carpet. Oh, was... oh sorry, er was nog een manier. Want als ik het hek open gooi, dan ben ik flink de lul. Dat kan ik je ook wel vertellen. Je kan wat schapen doodmaken, zoals die rode daar. Dat is toch een rood schaap. Ik maak gewoon allemaal schapen dood. Vraag me niet waarom. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ik weet wel nog een keer dat ik een comment las. Die was best cool. Nee, weg. Kst. Kst. Oké, het is gelukt. Ik leef nog. Ik las een comment van iemand die zei... Ja, als je gewone fences doet en dan nether fences... Die klikken niet aan elkaar, zeg maar. En daar kunnen schapen niet doorheen, maar mensen wel. Iets in die richting. En ik dacht van... Oh, hé, dat is best handig. Dat was mijn direct, exacte gedachte daarover. Van, oh, dat is best handig. Dat is best fijn. Dat is best chill. Wat ik deze aflevering in ieder geval wil bereiken is in ieder geval. Heel vaak in ieder geval zeggen. Of niet dan in ieder geval. Geef me je wol. En dan krijg je er zorgen voor terug. Het is zo koud. Maar dat boeit mij niet. Dus geef me je wol. Nu. Alsjeblieft. Geef me je wol, ook al is het voor de lol. Geef me je wol, jij monster, je wol. Woe, je wol, je wol. We hebben veel lol. Alle schapen zijn naakt en dat mag niet van de politie. De politie is niet gebeld, dus het feestje gaat door. Allemaal naakte schapen in een hockey. Even snel switchen. Wow, extreme. Wow, extreme. Wow, super duper extreme. Allemaal zombies. Oké, dan. We zijn weer terug in de kamer, ja. Ik had eigenlijk als voorbereiding gewoon alle wol alvast moeten verzamelen. Was dat een stukje netter geweest? Ja, ja. Ik ga niet zeggen dat het niet zo was, Brerikje broers. Ja, ik denk voor nu maak ik gewoon even de grond gewoon even normaal, weet je wel. Gewoon even een normaal stukje grond. Er kunnen wel mobs binnenkomen, wat natuurlijk minder handig is. Weg! Kss! Kss! Als je me slaat, sla ik terug. En dat ga je niet leuk vinden, want ik hoor wel vaker dat ik sla als een echte vrouw. Als een echte dame. En die slaan hard, geloof mij maar. Nou, zo dan. Even dit gaatje dichten. Yay! Het enige wat ik nu nog hoef te doen is alles. Nee, nu gaan we schaar. Als het goed is, zitten die varkens nog steeds in die bak. Want dieren die spannen niet over afstand, als ik me niet vergis. Hallo, kippenfamilie. Een klein kippenfamilietje van een moeder en een dochter. Schattig. Hekjes. Een fence gate, of niet dan? Zo. Zo maak je een fence gate, toch? Yes. Oké. Okay. Ja, we nemen eerst nog gewoon even één varkentje mee. Wat kan er allemaal misgaan? Precies, een heleboel. Hier is een enderman. En gelukkig, omdat ik zo'n looting zwaard heb, echt bijna iedere enderman dropt zo'n enderpearl. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar als ik een keer een leuk idee heb om enderpearls voor te gebruiken, dan is dat handig om te gaan doen, ja. Yeah. Als het goed zit die varkens in, maar ik neem dit varken wel gewoon even mee. Oinky, oinky. Het is... Mark het Vark. Wat een mooie naam. Mark Vark, Mark Vark, Markie Markie Markie. Markie 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 Mark, Markie Markie Markie. Like de video als je dit nummer fantastisch vond. Oh, in één keer 3 miljoen likes, want het was inderdaad fantastisch. Leuk dat we op dezelfde lijn zitten, kijkers. Dit nummer over Mark het Vark. Dat is een goed nummer, inspirerend nummer. Het heeft onder andere Michael Jackson geïnspireerd om dood te gaan. Hij dacht, nou, als dit de muziek van vandaag de dag is, dan neem ik wel gewoon heel veel pillen. Dan gaan mensen weer dingen zeggen zoals, ja, maar Michael Jackson ging helemaal niet dood en overdoos pillen. En dan zeg ik, ja, je kan wel stoer gaan doen met je feitjes, maar, boeien. Tss. Ik was trouwens in die tijd echt net Michael Jackson fan. Dat is wel leuk om te weten als je me graag uitlacht. Ik was echt net, legit, net fan van Michael Jackson. Van, wow, Michael Jackson, je bent vet hip. Dat is zo praten Michael Jackson fans, tenminste ik. Ik was echt net, ik werkte bij mijn moeder namelijk op het werk. Lumotech heet dat, die maakte dan ledlampen. Ledlampen maakte die. En dan moest ik, had ik heel leuk werk. Dus dan misschien een onderwerp voor een andere video, omdat het zo fantastisch was. Was lekker wijn, ja, moest ik computerchips programmeren. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat is het niet. Vertel ik volgende video over dat werk daar. Maar dat luister ik in de auto met mijn moeder naar Michael Jackson. En op het werk ook. En overal. En toen, zelfs een paar dagen later, dood. En ik denk nog steeds dat het met mijn Minecraft video's te maken heeft. Die ik toen nog niet eens maakte. Toen maakte ik nog niet eens YouTube video's. Toen verdiende ik nog geld met werk. Ik werk eigenlijk nog steeds soms. Soms, als ik er zin in heb. Nee, jammer genoeg kan ik van YouTube niet leven. Maar dat weten jullie, want dat zeg ik al vaker. Maar,
als ik in één keer 10 keer zoveel bekeken word? Wel. Dat zeg ik ook wel eens vaker. Dus ja, het is gewoon een hint van, hé, in plaats van deze video 1 keer kijken, als jullie nou allemaal 10 keer kijken, heeft deze man een boterham. Met beleg. Dat is het belangrijkste van je boterham, met een beleg op zit. Bedankt voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Ik ga hem proberen precies op 25 minuten te krijgen. Doei!